Goedemiddag en welkom bij deze webinar, deze middagwebinar. Deze keer is het onderwerp Machine Learning in Azure en specifiek Computer Vision. We gaan kijken naar de mogelijkheden van de Microsoft Azure Cloud om Computer Vision mogelijk te maken. Computer Vision is een speciale tak van Artificial Intelligence en Machine Learning, waarin je modellen gebruikt die afbeeldingen inlezen. Dus dit zijn machine learning modellen die statische afbeeldingen of zelfs live camerabeelden kunnen inlezen en automatisch dingen kunnen detecteren, gezichten kunnen herkennen, handschrift kunnen omzetten, mensen kunnen volgen in live camerabeelden. Er is van alles mogelijk. Dus dit hele domein waarbij we machine learning modellen bouwen die als input, als invoerdata, afbeeldingen gebruiken of camerabeelden, dat noemen we computer vision. En in de Microsoft Azure Cloud kun je dus computer vision heel eenvoudig realiseren met een aantal tools en services die Microsoft voor je heeft klaargezet. Dus wat ik in het komende uur wil behandelen is het volgende. Ik wil even een fundering neerzetten en ik wil de basisprincipes van machine learning in de cloud definiëren. Wat is cloud machine learning? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? Waarom zou je het niet gewoon zelf doen on-premises? Waarom moet je het in de cloud doen? Dus even kort de voordelen van cloud machine learning. Dan gaan we even definiëren wat computer vision precies is en wat voor computer vision mogelijkheden er allemaal bestaan. En dan sluiten we af met twee services in de Azure Cloud. Dat zijn de Azure Machine Learning Studio en de Cognitive Services. Dit zijn twee verschillende tools, zeg maar, in de Azure Cloud die je kunt gebruiken om heel snel en heel makkelijk computer vision te implementeren in je organisatie. Om computer vision toe te voegen aan je organisatie en daarmee te proberen je kerncompetenties te verbeteren en een concurrentievoordeel te behalen. Dus Azure Machine Learning Studio en Cognitive Services. Maar eerst even een stapje terug. Laten we eerst even kijken naar Cloud Machine Learning. Wat is Cloud Machine Learning? Heel simpel gezegd, cloud machine learning is het uitvoeren van machine learning in de cloud. Dus met andere woorden, je uploadt je bedrijfsdata naar de cloud, je bouwt machine learning modellen in de cloud, je traint ze in de cloud, je test ze in de cloud en uiteindelijk neem je ze in productie in de cloud. Dus alles draait op de Microsoft Azure Cloud en je doet niks lokaal. Op je eigen servers die misschien in je eigen kantoor staan of in een private data center. Niks weerhoudt je ervan om toch je private data center te gebruiken. Je kunt besluiten om machine learning en computer vision gewoon helemaal zelf uit te voeren door een eigen private data center op te tuigen. Dat is gewoon een gebouw met servers, heel simpel. Je huurt een ruimte, je gooit hem vol met racks, je gooit die racks vol met servers en je configureert alles op de juiste manier. En dan kan je bijvoorbeeld een Kubernetes cluster bouwen, die met Docker images, honderden Docker images kan orchestreren. En dat kan je dan vervolgens gebruiken om machine learning modellen te trainen en computer vision te implementeren. Werkt allemaal prima. Echter, dan zul je toch aardig wat stappen moeten nemen voordat je kan beginnen met het trainen van je computer vision modellen. Je moet natuurlijk die ruimte huren, dan moet je de hardware aanschaffen. Je hebt servers nodig met grafische processoren, GPU's. Die kunnen razendsnel machine learning modellen, dus computer vision modellen, trainen. Dus je zult die moeten aanschaffen, dure servers met dure GPU's. Je moet die Kubernetes software moet je installeren. Daarbovenop moet je dan gaan werken met Python code. Je moet de TensorFlow Machine Learning Library gaan gebruiken om die modellen te trainen.
Je moet je data bij elkaar sprokkelen. Computer vision werkt met afbeeldingen. Dus je moet of een enorme hoeveelheid afbeeldingen hebben. Denk aan honderdduizenden afbeeldingen die ergens op een folder staan. Of je moet met camerabeelden werken. Dus een MP4 camerastream die je laat analyseren door een machine learning model. Dus al die data moet je ook ergens neerzetten en dan moet je dat geheel gaan beheren. Dus je hebt een data scientist nodig om de modellen te bouwen, een Kubernetes specialist om de cluster draaiend te houden en een private cloud engineer om de hardware in de gaten te houden en ja, de data center software draaiend te houden. Dus dit is een aanzienlijke investering die je moet maken voordat je pas kan beginnen met experimenteren en een beetje spelen met computer vision modellen. Dus dit is allemaal prima te doen en er is niks op tegen, hè, om het op deze manier te organiseren. Echter, hiervoor moet je dus een fixe voorinvestering uitvoeren en moet je dus diepe zakken hebben. Hier hebben we het over een voorinvestering van tussen de 10.000 en de 100.000 euro voordat je pas kan beginnen. Dus dit is eigenlijk alleen maar toegankelijk voor grote organisaties. Dan hebben we het over multinationals, dan hebben we het over enterprise level businesses, hè, grote bedrijven die gewoon diepe zakken hebben en die dit soort on-premises datacenters kunnen neerzetten. Voor de rest van de IT-sector, de kleine en de middelgrote bedrijven, kunnen we de cloud gebruiken. Het leuke van de cloud is dat de hardware er al staat. Microsoft die heeft over de hele wereld tientallen datacenters neergezet en gevuld met hardware. En daar kunnen we gewoon direct gebruik van maken. We kunnen virtual machines installeren op die hardware. We kunnen gebruik maken van de software die Microsoft voor ons geschreven heeft. En als we dat doen, worden we afgerekend naar verbruik. Dus afhankelijk van hoeveel virtual machines we opstarten en draaiend houden, of hoeveel modellen, machine learning modellen we getraind hebben, hoeveel berekeningen we hebben uitgevoerd, hoeveel data we hebben geüpload in de cloud, hoe vaak we een model hebben getraind. Dat wordt allemaal opgeteld en aan het eind van de maand afgerekend. Dus je betaalt naar verbruik. Dus het is niet gratis, het is nog steeds iets waar je in moet investeren. Maar nu is die investering uitgesmeerd per maand. Dus het bedrag wat je betaalt per maand is veel lager dan wat je moet betalen als je die hele voorinvestering moet doen en je eigen complete private datacenter moet opbouwen vanaf nul. Dus dan moet je echt denken aan investeringen van een paar tientjes per maand, hè, om computer vision modellen te draaien in de cloud, in plaats van die 100.000 euro van tevoren om te investeren in je eigen datacenter. Dus dat betekent dat machine learning nu toegankelijk is voor kleinere organisaties. Dus middelgrote organisaties, kleine organisaties en startups, die kunnen nu allemaal aan de slag met machine learning in de cloud. Dus het is nog steeds dezelfde technologie. Het is wat de grote jongens al jaren gebruiken. Maar nu, omdat het in de cloud is en het dus goedkoper is per maand, is het toegankelijk voor kleinere organisaties. Dus ik noem dit graag machine learning als een nutsvoorziening. Gewoon iets wat je voor maandelijks voor betaalt en afrekent. Dat betekent ook dat het onderhoud van de infrastructuur hoef je niet meer zelf te doen. Dat doet Microsoft voor je. Dus je kunt je volledig focussen op het ontwerpen, bouwen en trainen van machine learning modellen. En het in de lucht houden van de onderliggende hardware wordt geregeld door Microsoft specialisten. Dus je kunt met je IT-team, met een kleiner team, dezelfde resultaten behalen. He, want je hebt dus geen mensen meer nodig om die Kubernetes cluster te beheren, om de cloud software te beheren, om de onderliggende hardware te monitoren, om harde schijven te vervangen als ze op het punt staan eruit te klappen. Dat is allemaal niet meer nodig, dat doet Microsoft voor je. Dus met een kleiner IT-team kun je dezelfde resultaten behalen. Of anders gezegd, met hetzelfde IT-team kun je veel meer projecten tegelijk doen. Dus kleine organisaties profiteren hier nog een keer van. Hè? Dus dat een kleiner team van specialisten dezelfde resultaten kan behalen als een veel groter team met een on-premises datacenter. Dus dit zijn allemaal voordelen voor kleine organisaties. Dus ja, alle voordelen hebben op een rij. Hè? Machine learning in de cloud betekent geen hoge investeringen.
Dat betekent dat machine learning heel snel ingezet kan worden als dienstverlening. Dit is iets wat je echt binnen een paar weken kunt installeren en draaiend kunt krijgen. Je bent heel flexibel en schaalbaar. Je kunt helemaal zelf bepalen hoeveel data je in de cloud gaat neerzetten, hoe groot de machine learning modellen zijn die je gaat trainen, hoe vaak je wilt trainen en hoe je dus machine learning wilt inzetten in de cloud. En je kunt dat opschalen en neerschalen per maand. En je zult zien dat je maandelijkse rekening dan ook netjes op en neer beweegt. Dit maakt experimenteren mogelijk. Je kunt een experiment doen en 4 weken lang iets uitproberen met een machine learning model. En aan het eind van die 4 weken kan je de complete virtuele infrastructuur weer afbreken. En dan betaal je er niet meer voor. Dus je betaalt alleen maar naar verbruik. Dus je betaalt alleen maar voor de duur van het experiment wat je in de cloud uitprobeert. Nou, vergelijk dit met on-premises. Als je een machine learning experiment wilt uitvoeren, waarbij je dus eerst dure hardware moet aanschaffen. Vervolgens kun je 4 weken lang experimenteren op je eigen servers. En aan het eind van die 4 weken heb je die dure hardware nog steeds liggen. Die moet je wel afschrijven in 5 jaar. Ja, wat ga je er dan mee doen? Dan moet je een nieuwe rol verzinnen voor die servers, omdat je experiment is afgelopen. 10 jaar geleden had ik een start-up en ik werkte dus op die manier. Geen cloud, alle servers die stonden bij mij on-premises. En ik had continu die uitdaging. Wat doe ik met mijn servers nadat ik ze niet meer nodig heb voor een specifieke taak? Nou, al die problemen verdwijnen in de cloud. Dus dat betekent, de cloud is bijzonder aantrekkelijk voor kleine ondernemingen, met name ook start-ups, omdat ze nu met veel minder voorinvesteringen direct gebruik kunnen maken van enterprise-level features. Alright, dat even ter inleiding. Machine learning in de cloud, de voordelen. Laten we nu even kijken naar computer vision. Wat is computer vision? Heel kort gezegd, computer vision is dat we software in staat stellen om zich bewust te worden van zijn omgeving. Dus wij kunnen beeldinformatie laten zien aan software en de software begrijpt vervolgens wat er zichtbaar is in die beeldinformatie. En hierbij kunnen we het of hebben over losse afbeeldingen. Dus we kunnen een afbeelding laten zien aan een appje, aan een softwareapplicatie en vragen wat zie je in deze afbeelding. Maar we kunnen ook een camera koppelen aan een stukje software en een live camera stream analyseren. En dan kunnen we ook weer opnieuw aan die software vragen, wat zie je in dit camerabeeld? Wat zie je hier live? De software die gebruikt machine learning om uit die beeldinformatie automatisch conclusies te trekken. De conclusies kunnen zijn, wat zie je in deze afbeelding? Zie je gezichten in deze afbeelding? Zo ja, waar zijn die gezichten? Waar heb je ze precies gedetecteerd? En herken je die persoon? Wie zou dat kunnen zijn? En dan kan je nog een stap verder gaan. Dan kan je zeggen van, oké, heeft deze persoon een baard? Ja of nee? Is het een man of een vrouw? Kun je de emotie aflezen van het gezicht? Is deze persoon aan het lachen of aan het huilen? Heeft deze persoon wel of geen mondmaskertje op? Als er meerdere personen in beeld staan, kan je bijvoorbeeld vragen hoe ver staan ze uit elkaar? Zijn deze mensen ver genoeg uit elkaar dat ze niet elkaar met corona besmetten? Dat zijn allemaal analyses die je in real time kunt uitvoeren op die beeldinformatie. Dus met computer vision, we gebruiken machine learning om beeldinformatie te analyseren en daar automatisch conclusies uit te trekken. Je kunt bijvoorbeeld beelden automatisch klassificeren. Dus op basis van de inhoud van een beeld, wat er zichtbaar is in een afbeelding, kun je die afbeelding klassificeren. Bijvoorbeeld, dit is een afbeelding van een correct product en dit is een afbeelding van een defect product. Maak een foto van een product wat misschien in een fabriek van een lopende band rolt. En met computer vision kan je automatisch bepalen of dat product wel of niet defect is. Zit er een barstje ergens, ja of nee? Je kunt ook allerlei afbeeldingen door elkaar gooien en aan die computer vision modellen vragen van, nou, gooi alle afbeeldingen op een hoop waar een persoon, een mens op zichtbaar is. En alle afbeeldingen waar een dier zichtbaar is, gooi op een ander stapeltje. Alle afbeeldingen van landschappen gooi je op een derde stapeltje, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Die computer vision modellen kunnen dus ook herkennen wat er in beeld is, wat er zichtbaar is in een afbeelding. Objecten, gezichten, dieren, situaties, landschappen, dat is allemaal mogelijk.
Computer vision modellen kunnen automatisch tekst lezen van afbeeldingen. We noemen dat OCR, Optical Character Recognition. En dit kan ook handschrift zijn. Handschriftherkenning is tegenwoordig ook al erg goed. En deze modellen kunnen dus automatisch handschrift herkennen en omzetten naar digitale tekst. Dit heb je ongetwijfeld al een keer gezien, want er zijn veel applicaties, mobiele applicaties, nu al beschikbaar, waarbij je bijvoorbeeld een foto kunt maken van een bonnetje in een restaurant met je mobiele telefoon en dat dat bonnetje dan automatisch als onkostendeclaratie ingeboekt wordt in financiële software. Er zijn al veel mobiele appjes beschikbaar die dat allemaal volautomatisch kunnen uitvoeren. Dus allemaal voorbeelden van computer vision. Je kunt afbeeldingen automatisch laten omschrijven, ook heel leuk. Dan vraag je dus aan zo'n computer vision model, kun jij in 1 of 2 zinnen omschrijven wat je ziet in deze afbeelding? En dan krijg je allerlei leuke omschrijvingen als een aantal mannen die poseren voor een foto, passagiers in een metrohalte die wachten op een trein, een aantal mensen in een vliegtuig, een landschap, iemand die aan het kamperen is in een landschap. In een natuurpark bijvoorbeeld. Al dat soort omschrijvingen kunnen allemaal automatisch gegenereerd worden van afbeeldingen. En dit is natuurlijk hoe zoekmachines in staat zijn om afbeeldingen als resultaten terug te geven. Ja, als je vraagt om een zoekopdracht van doe mij alle foto's van Elon Musk die naast een rode Tesla staat te poseren, dan krijg je inderdaad consistente resultaten terug als je dit probeert in Bing of in Google. En dat komt omdat alle afbeeldingen in de zoekindex van Bing en Google automatisch omschreven zijn. Dus dit soort computer vision modellen hebben al die afbeeldingen bekeken. Die hebben daar een tekstomschrijving bij automatisch gegenereerd. En de zoekmachine indexeert vervolgens die textuele omschrijving. En zo kan je dus zoeken op afbeeldingen. Nou, al deze dingen zijn mogelijk op losse afbeeldingen en op een camerafeed. Dus als je een camerafeed aansluit op een stukje software, het enige wat er dan gebeurt is dat die machine learning modellen om de zoveel frames een analyse uitvoeren op een zo'n frame, een zo'n stilstaand beeld van een live camerafeed. En als die analyse snel genoeg uitgevoerd kan worden, dan kun je bijvoorbeeld 1 keer per seconde of 5 keer per seconde of 12 keer per seconde kan je zo'n analyse uitvoeren. Dan zie je gezichten. Waar zijn die gezichten en herken je deze personen? En dan kan je bijvoorbeeld mensen live volgen op live camerabeelden. Dus al deze toepassingen zijn mogelijk op individuele afbeeldingen en op live camerabeelden. Dit is dus ook hoe een Tesla-auto zich op de weg houdt. Een Tesla heeft 8 camera's die de weg in alle richtingen filmen. En binnenin een Tesla zit een computer, een speciale computer. Daarop draaien computer vision modellen, dus machine learning modellen, die continu die live camerabeelden analyseren en uitrekenen hoe loopt de weg. Als we vooruitkijken, is er een bocht in de weg? Gaat de weg naar links, naar rechts of rechtdoor? Zien we andere auto's op de weg? Andere weggebruikers zoals fietsers of voetgangers? Als we nu rechtdoor rijden, botsen we dan ergens tegenaan, ja of nee? Allemaal analyses die live uitgevoerd worden, meerdere keren per seconde. En daarmee kan zo'n Tesla-auto zichzelf op de weg houden. Ook weer een voorbeeld van computer vision. Dus hier zie je 6 populaire toepassingen van computer vision en de specifieke verschillen daartussen. Dus als je kijkt naar linksboven, beeldherkenning. Bij beeldherkenning dan vragen wij aan een computer vision model om het primaire object te definiëren in de afbeelding. Dus een primair object, een persoon, een dier, een landschap, maar het is echt maar 1 ding. Dus als je kijkt naar die afbeelding, er is van alles in beeld in die afbeelding. Een gele taxi, een reclamebord op het dak van die taxi, een gebouw in de achtergrond. Je kan rechtsonder nog net een brievenbus zien, een straat en een persoon. Helemaal links zie je nog net aan de rand van het beeld zie je een persoon, een voetganger. Dus er is van alles in beeld, maar het meest dominante object in deze afbeelding is de taxi. Dus dit noemen we beeldherkenning. Het computer vision model kijkt naar deze afbeelding, analyseert alle pixels, alle beeldpunten in de afbeelding en gaat zoeken naar patronen die hij geleerd heeft. En het computer vision model herkent de taxi en zegt ik zie een taxi in deze afbeelding. Dit is het meest eenvoudige, de meest eenvoudige toepassing van computer vision.
En toch duurde het tot ja, pak een beetje 2014 voordat we dit konden doen op een niveau van betrouwbaarheid wat op hetzelfde niveau was als een mens. He, dus als je afbeeldingen laat zien aan proefpersonen, aan mensen, en je kijkt hoe vaak ze het bij het rechte eind hebben, en je laat een computer dezelfde klus uitvoeren. Pas in 2014 kwam de computer in de buurt van menselijke nauwkeurigheid op deze oefening. Dus dit is de meest eenvoudige computer vision toepassing. En we kunnen het eigenlijk pas sinds een jaar of 7. De volgende stap is objectherkenning. Dat is eigenlijk exact hetzelfde. We laten het beeld analyseren en we vragen weer van wat zie je. Maar nu vragen we alle ja, objecten of personen of situaties die herkend worden in de afbeelding. Dus in dit geval is er één auto in beeld. We zien één auto, we zien twee bussen en twee fietsers. Dus het computer vision model heeft al die objecten allemaal herkend. De fietsers, de auto en de bussen. Maar nu moet het model dus ook aangeven waar die objecten zich bevinden in de afbeelding. Dus je ziet dat het computer vision model een klein kadertje, een rechthoekig kadertje, getekend heeft rond ieder object wat het herkend heeft. En dat er een labeltje naast gezet werd. He, dus de auto, we zien het kadertje van die auto, we zien die twee kaders van de bussen en de twee kaders van de fietsen. En ze worden allemaal herkend in de afbeelding. Dit kun je dus ook doen op een live camerabeeld. En je kunt die kaders dus volgen. Dus je kunt precies zien he, op een live camera feed hoe die kaders zich bewegen. En daarmee kan bijvoorbeeld een zelfrijdende auto uitrekenen hoe de andere weggebruikers zich voortbewegen, in welke richting. En of de Tesla-auto bijvoorbeeld op het punt staat ergens tegenaan te botsen. Dus dat is objectherkenning. Kunnen we eigenlijk ook pas sinds kort, sinds een aantal jaar. Wat blijkt nou, als je probeert om een zelfrijdende auto te bouwen met objectherkenning, dus je gaat die kadertjes, die rechthoekige kaders, die ga je volgen, dat is niet nauwkeurig genoeg. Daarmee kan je niet nauwkeurig genoeg uitrekenen in welke richting de overige weggebruikers zich voortbewegen. Dus om echt goed een zelfrijdende auto te kunnen bouwen, die niet direct van de snelweg schiet en in de vangrail duikt, moet je één stapje verder en moeten we iets doen dat heet semantische segmentatie. Dat zie je rechtsboven. Semantische segmentatie. En daarbij gaan we ieder beeldpunt van de afbeelding gaan we klassificeren. Dus we gaan iedere pixel van de afbeelding gaan we af en iedere pixel krijgt een kleurtje afhankelijk van of die onderdeel uitmaakt van een bus, een auto of een fietser. Dus als je goed kijkt naar die afbeelding dan zie je dat de twee bussen rood gekleurd zijn en dat alle pixels, alle beeldpunten van die bussen, die zijn dus rood gekleurd. Voor de auto zijn ze blauw gekleurd en voor de fietsers zijn ze groen gekleurd. Dus we kunnen nu per pixel kunnen we bepalen of die pixel bij een auto, een bus of een fietser hoort. Nou, als je semantische segmentatie live uitvoert hè, op een live camerabeeld en je bouwt dat in een zelfrijdende auto en je gebruikt die informatie om de auto op de weg te houden en om die auto dan nergens tegenaan te laten botsen, dan gaat dat goed. Semantische segmentatie is nauwkeurig genoeg om ja, echt alert te zijn op overige weggebruikers en ook precies uit te rekenen in welke richting een auto zich beweegt. Is het een tegenligger of is het een auto die ons net heeft ingehaald? Is het een fietser die naast ons fietst of een fietser die op het punt staat onze rijrichting te kruisen? Al dat soort analyses kun je heel snel uitrekenen met semantische segmentatie. Dus dit is eigenlijk de basis van hè, de zelfrijdende auto's. En ook dit kunnen we eigenlijk pas betrouwbaar sinds een paar jaar. Dan moet je denken aan een jaar of 4 à 5. Hè, dat die semantische segmentatiemodellen zo goed zijn dat ze zich kunnen meten met mensen. Zelfs dan nog, als je probeert om hiermee een zelfrijdende auto te bouwen, een matig resultaat. Als je kijkt naar een Tesla, de boordcomputer van een Tesla is een van de beste zelfrijdende ja, autosystemen ter wereld. En als je kijkt naar hoe goed dat systeem functioneert, op de snelweg is het perfect. Navigeren op de snelweg werkt vlekkeloos. Een klaverblad nemen om van de ene snelweg naar de andere te gaan, gaat ook vlekkeloos. In het platteland navigeren, dus landweggetjes, buiten de bebouwde kom, gaat ook vlekkeloos. Maar in een drukke stad navigeren, daar heeft het systeem echt moeite mee. Een drukke stad met heel veel voetgangers, heel veel fietsers,
bewegingen in alle richtingen, weggebruikers die zich niet helemaal netjes aan de regels houden, complexe wegsituaties, daar worstelen die systemen echt. En dan zie je dat een Tesla niet echt goed is in het goed van A naar B navigeren. Dus we zijn er nog niet, we hebben nog een paar jaar nodig om dit helemaal rond te krijgen, maar we komen aardig in de buurt. En al dit is dus gebouwd op semantische segmentatie. Nou, kijk nu naar links onderin. Dit is beeldanalyse. We laten een afbeelding zien aan een computer vision model en we vragen: wat zie je? Kun je omschrijven wat je ziet in deze afbeelding? En dan zou dat computer vision model bijvoorbeeld deze tekst kunnen produceren. Ik zie een man met een hond op straat. Ja, dat klopt. En een iets nauwkeuriger model zou misschien de hond identificeren als een blinde geleidehond. En die zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: ik zie een blinde man met een geleidehond op straat. Dit is de basis van zoekmachines, die dus ook kunnen zoeken op afbeeldingen. Maar je kunt hier allerlei leuke applicaties van maken. Er is bijvoorbeeld al een blinde geleidestok te koop, die gebruik maakt van beeldanalyse om continu te omschrijven wat die stok dus ziet. Dus het cameraatje in die blinde geleidestok, die filmt de omgeving. En je kunt een headsetje in doen in je oor. En dan hoor je dus continu gesproken wat die blinde geleidestok allemaal herkent. Hè? Dus je staat nu op de stoep, je staat voor een auto, je staat op het punt om de weg over te steken, je staat nu voor een winkel, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus daarmee kun je dus blinde mensen helpen om beter over straat te navigeren. Kan allemaal met beeldanalyse. Nou, onderin, in het midden, zie je dus gezichtsherkenning. Dit is gezichtsdetectie en gezichtsherkenning. Dus hiermee kan je precies zien waar in een afbeelding de gezichten zichtbaar zijn. En je kunt die gezichten dus ook vergelijken met een database van bekende gezichten. En je kunt dus identificeren wie daar staat. Dit is in maatschappelijke zin gevoelige technologie. Want je kan je voorstellen dat je een camera kan ophangen die de openbare ruimte filmt. Dat je vervolgens via LinkedIn de afbeeldingen van zoveel mogelijk mensen gaat verzamelen. Daarmee train je een computer vision model. En vervolgens kan je met die camera dus iedereen overal volgen. Dus je kunt continu zien wie, wanneer, waar staat en waar die persoon naartoe loopt. Dus dit is gevoelige technologie, maar puur vanuit een technisch perspectief is dit iets wat we nu al kunnen. Die gezichtsherkenning werkt overigens alleen maar als er voldoende pixels zijn, voldoende beeldpunten om gezichten goed te herkennen. Dus iemand die ver weg staat of die gefilmd wordt met een slechte camera zal niet worden herkend. Ook moet je recht in de lens kijken. Dus als je 90 graden kijkt ten opzichte van de camera, dan word je vaak ook niet herkend. Profielen worden veel minder goed herkend dan dat je recht in de camera kijkt. Dus deze technologie is niet zo draconisch als je misschien zou denken in Hollywoodfilms. De nauwkeurigheid van die herkenning is niet geweldig. Behalve als je recht in de camera kijkt, dan werken ze perfect. Als laatste OCR. Dat staat voor Optical Character Recognition. Dat betekent teksten herkennen in afbeeldingen. Dus als er geschreven tekst ergens in beeld staat, direct herkennen en direct omzetten naar digitale tekst. Dit is natuurlijk de bron, de fundering van document scanning. Dat je geprinte documenten kunt inscannen en dat je ze weer kunt terugconverteren naar gedigitaliseerde tekst. Dit kan dus ook met handschrift. Dit is dus de basis van computer vision. Dus we hebben het puur over machine learning modellen die beeldinformatie inlezen en vervolgens voorspellingen doen op basis van die beeldinformatie. Ze rapporteren wat die modellen dus herkennen in de beeldinformatie. En nogmaals, dat kan met losse beelden en het kan met camerabeelden. Dus stel, je bent geïnspireerd en je denkt: ja, ik ga hiermee aan de slag. Ik ga een appje maken, bijvoorbeeld die in mijn fabriek met een camera automatisch producten filmt die van de lopende band rollen. En dan train ik een computer vision model om automatisch de defecte producten te herkennen. Er zijn bedrijven die dit doen. Hè. Ik ken een fabriek die autostoelen produceert. Dus dat is een fabriek die stukken leer om een autostoel heen vouwen. Hè, dus ze bekleden de autostoelen. En het gaat soms mis omdat het leer heeft soms vlekjes. Er zitten soms kleine scheurtjes in het leer of er zitten verkleuringen of vlekjes in het leer. En als je er dan een autostoel mee maakt, dan heb je dus een lelijke vlek op die stoel en dan wordt het product dus afgekeurd.
Dus wat die fabriek doet, voordat het leer om een stoel heen gevouwen wordt, wordt er automatisch een foto gemaakt van het leer, van het complete stuk leer. En een machine learning model checkt die foto en kijkt of er dus scheurtjes of verkleuringen zichtbaar zijn in dat leer. En als dat zo is, dan wordt het leer dus niet gebruikt voor een stoel. Dan wordt het dus gekeurd en dan wordt er een nieuw stuk leer afgesneden om voor een stoel gebruikt te worden. Dus met dit soort automatische detectie wist die fabriek dus het aantal defecte stoelen. Ik wil niet zeggen defecte, maar goed, je kan die stoelen niet verkopen, hè, want er zit verkleurd leer op die autostoel. Maar die fabriek was dus in staat om de afgekeurde producten tot nul te reduceren. He, dus als het leer niet geschikt was, dan gingen ze niet eens proberen om het om een stoel heen te vouwen. Dan werd het direct afgekeurd. Dus hiermee kan je dus in een fabriek de kwaliteit van je productie enorm verbeteren. Nou, stel je zegt, ik ga dat doen. Hè. Ik ga aan de slag met computer vision. Dat kan. Er zijn twee tools in de Azure Cloud die je hiervoor kunt gebruiken. De ene is de Azure Machine Learning Studio. En de andere tool is de Cognitive Services. Laten we eerst even kijken naar Azure Machine Learning Studio. Dit is een zogenaamde no-code machine learning omgeving. Dat betekent dat je een machine learning model kunt ontwerpen, trainen, testen en in productie nemen, zonder ook maar één regel Python code te hoeven programmeren. Je werkt volledig in een visuele editor. Je ziet daar hier een screenshot van. Waar je ontwerpt een trainingsproces, volledig visueel, door blokjes op een editor te slepen en dan met lijntjes die blokjes aan elkaar te koppelen. Je ziet hier een daadwerkelijke trainingspipeline, dit heet een trainingspipeline, die een machine learning model kan trainen. Dit is een screenshot die ik heb gemaakt van een daadwerkelijk trainingsproces in de cloud. En ja, je ziet, hè, er is nergens code in beeld, nergens een regel Python. Dus het mooie van deze omgeving, die Machine Learning Studio, is dat je dus ook zonder Python-kennis je eigen modellen kunt bouwen en kunt gebruiken in je organisatie. Er zit wel Python in deze studio-omgeving. Je kunt een Python-notebook aanmaken en daar Python-code in kloppen. En die code kan je draaien in de cloud en daarmee kan je ook machine learning modellen trainen en testen en in productie nemen. Maar het mooie is dat je de keuze hebt. Je kan dus kiezen uit een volledig no-code proces, waarbij je dus deze visuele editor gebruikt. Of je kunt een Python notebook gebruiken en dan kan je met Python code je machine learning modellen trainen. Je hebt zelf de keuze. Nou, je kunt deze studio-omgeving gebruiken om computer vision pipelines te bouwen. Computer vision pipelines. In deze screenshot zie je een trainingspipeline die getraind wordt op het verschil herkennen tussen honden en katten. Dit is een van de oefeningen uit een van mijn machine learning cursussen, die ik zelf ook geef, waarbij mijn studenten dus een modelletje moeten bouwen die honden en katten kunnen herkennen. Dus het idee is dat we een afbeelding laten zien aan een computer vision model. En het model moet vervolgens zeggen het is een hond of het is een kat. En dat kan je dus heel makkelijk bouwen in die Azure Machine Learning Studio omgeving. Je kijkt hier letterlijk naar de trainingsapplicatie die dus dit computer vision model traint. En met die rode pijlen heb ik aangegeven welke componenten je nodig hebt om computer vision te implementeren. Dus geen reguliere machine learning, maar computer vision. Computer vision modellen, om ze te trainen, heb je een paar miljoen afbeeldingen nodig en een paar weken rekentijd. Denk aan 1 tot 2 maanden rekentijd op een dataset van, laten we zeggen, 10 tot 100 miljoen afbeeldingen. Nou, dat gaan wij gewoon niet trekken. Als organisatie, als middelgroot bedrijf, niemand heeft zoveel data en niemand heeft geld voor zoveel rekenkracht. Maar het mooie van computer vision is dat je gebruik kunt maken van modellen die al getraind zijn. In deze screenshot zie je bijvoorbeeld ResNet. Dat is dat bovenste blokje wat met die rode pijl aangegeven wordt. Dit is een machine learning model, een computer vision model, wat al getraind is. Dus wetenschappers hebben dit model al getraind een aantal jaar geleden. En die hebben het volledig getrainde model weggeschreven naar een bestand en dat bestand staat gewoon op het internet en dat kan je gewoon gratis downloaden. Dus je kunt die voorgetrainde computer vision modellen gewoon gebruiken in Azure Machine Learning Studio en daar kan je dus direct mee aan de slag.
Wat we doen in zo'n situatie is we pakken dat model. Het is al getraind, dus het is al lang getraind op 100 miljoen afbeeldingen. Die wetenschappers hebben 4, 5 jaar geleden al weken aan computertijd geïnvesteerd om dat model helemaal op te bouwen. En wat wij dan doen is we pakken dat volledig getrainde model en we laten nog een paar extra afbeeldingen zien. In dit scenario lieten we 2000 honden en 2000 katten zien aan dit model. Ja, dus ResNet krijgt nog een keer 4000 extra afbeeldingen voor zijn kiezen. En met die 4000 afbeeldingen leert hij heel snel om het verschil te herkennen tussen honden en katten. We noemen dit fine-tuning. In AI-jargon heet het fine-tuning. Je pakt een volledig getraind computer vision model van de plank. Je downloadt hem gewoon van het internet. En vervolgens ga je nog een paar duizend extra afbeeldingen laten zien aan dat model. Waardoor het dus heel erg snel leert om die extra afbeeldingen te onderscheiden. En dat trainen, dat fine-tunen van zo'n model, dat doe je dus met dat blokje wat daar in het midden staat. Train PyTorch Model. Dat is een visueel blokje waarmee je dus opdracht geeft aan de Azure Cloud om dat ResNet model te fine-tunen op jouw setje van een paar duizend extra afbeeldingen. En als je dat doet, dan ben je klaar. Dan heb je een professioneel computer vision model wat in hele korte tijd een expert geworden is in jouw specifieke afbeeldingen. Dus bijvoorbeeld foto's van je producten waarbij sommige producten defect waren en sommige producten zijn helemaal in orde. En het computer vision model leert dan heel snel om die verschillen te herkennen. Om bijvoorbeeld te zoeken naar vlekjes of barstjes of vervormingen of deukjes. Dat zijn allemaal patronen die zo'n computer vision model razendsnel kan leren. Dus in dit model, in dit scenario, als je Azure ML Studio gebruikt, pak je een volledig getraind machine learning model van de plank. Een computer vision model van de plank. Nou, dit is een grafiekje met een aantal mogelijkheden. Dus dit zijn een aantal populaire computer vision modellen die door wetenschappers getraind zijn in de afgelopen jaren. En je ziet de drie dimensies hier uitgetekend in deze grafiek. We zien het aantal bewerkingen in miljarden floating point operations per second die dat model moet uitvoeren. We zien de nauwkeurigheid, dat is op de verticale as, van 55 tot 90%. En de grootte van de cirkel is hoe groot dat bestand is van dat computer vision model in megabytes. Dus je ziet die grootste cirkel, dan hebben we het echt over computer vision modellen. Dat zijn bestanden van 150 megabyte. Dus al deze computer vision modellen kan je van de plank pakken. Je ziet dat ResNet, die staat er ergens tussen in dit diagram. En je kunt dus dit soort computer vision modellen gewoon downloaden van het internet, installeren in Azure Machine Learning Studio. Dan kun je dat fine-tuning proces doorlopen, waarbij je dus op een paar duizend afbeeldingen uit je eigen bedrijf nog een keer extra gaat trainen. En op dat moment is jouw computer vision model dus een expert geworden op jouw setje afbeeldingen. En kan hij dus feilloos bijvoorbeeld defecte producten herkennen. Dus de voordelen, de features van Azure Machine Learning Studio op een rij, is het is no-code machine learning. Je hoeft geen regel Python te programmeren. Mag wel, hè? Je mag een Python notebook gewoon installeren en dan alles in Python doen. Dat is allemaal prima. Maar als je dat niet wilt, dan kun je dus ook zonder ook maar één regel Python te programmeren een computer vision model opbouwen en fine-tunen. Je kunt alle TensorFlow modellen gewoon van de plank plukken. Ja, dus je downloadt gewoon het computer vision model waarvan je denkt dat dat voor jouw specifieke toepassingsgebied de beste resultaten zal produceren. Dat installeer je in Azure ML Studio en dan ga je aan de slag. Dan ga je hem fine-tunen en dan ga je kijken wat voor kwaliteit daaruit rolt. Om je een idee te geven, die honden- en katten detector die we gebouwd hebben, die haalde uiteindelijk een nauwkeurigheid van meer dan 99%. Dus uit 100 afbeeldingen maakte het systeem minder dan één foutje. Als je zo'n model in productie neemt, dan krijg je automatisch een REST API. Een REST API is een interface op het internet, waar je dus automatisch je computer vision model kunt aanroepen. Dus het idee is dat je een afbeelding uploadt naar die REST API. Dat is gewoon een URL. Dus je kunt gewoon een web API call uitvoeren op die URL. Je stuurt je afbeelding naar die URL.
Daar gaat het computer vision model draaien. Dat ding rekent automatisch uit wat er uitgerekend moet worden. Die detecteert personen of herkent tekst of beschrijft de afbeelding, wat je maar wilt. En dat resultaat komt weer terug als een respons. Dus je krijgt automatisch een REST API voor alle in productie genomen computer vision modellen. Je kunt fine-tuning uitvoeren, dus je kunt een volledig getraind model nog eventjes doortrainen met behulp van fine-tuning. En het is een hele flexibele opzet. Je kunt je leerproces volledig inrichten zoals je dat zelf wilt. Ja, dus je kunt de afbeeldingen waar je op traint, die kun je voorbewerken zoals je dat zelf wilt. Je kunt ze schalen zoals je dat zelf wilt. Je kunt die hele machine learning pipeline gewoon ontwerpen zoals je wilt. Dus je maximale flexibiliteit. Nou, en dit werkt als een zonnetje. Hè. Nogmaals, ik heb die honden- en kattendetector dus gebouwd met mijn studenten. En dat ging perfect. En we haalden, ik geloof, 99,8% uiteindelijk. Als uiteindelijke nauwkeurigheid. Dus ja, ik neem aan dat dat voor jullie bedrijfsvoering geen echt handige toepassing is. Honden en katten automatisch herkennen. Maar denk even creatief, hè. Je kunt het dus ook gebruiken voor producten. Voor automatische defectherkenning, productclassificatie. Automatische klassificatie van afbeeldingen. Wees creatief en bedenk een toepassing. Dus Azure ML Studio, prima omgeving om dit soort computer vision modellen mee te realiseren. Echter, één groot nadeel, we moeten trainen. We moeten alsnog die modellen gaan trainen op onze eigen bedrijfsdata. En dan hopelijk halen we een hoog genoeg nauwkeurigheid om ermee aan de slag te gaan. En voor bijvoorbeeld dingen als gezichtsherkenning is dat heel jammer. Want waarom zouden we gezichtsherkenning zelf moeten trainen als zoveel mensen dat al voor ons gedaan hebben? Dus Microsoft die heeft een aantal volledig getrainde computer vision modellen voor je klaargezet in de cloud. Die hoef je dus zelf niet meer te trainen. Ze zijn helemaal klaar en ze kunnen één specifieke opdracht voor je uitvoeren. Bijvoorbeeld emotieherkenning. Je kunt een afbeelding van een persoon laten zien aan zo'n cognitive service. En die kan vervolgens aan jou vertellen wat voor emotie er zichtbaar is. Is dit iemand die lacht, die sip kijkt, die huilt, die verdrietig is, die bang is? Al die emoties kunnen herkend worden in een afbeelding. Dus de cognitive services, het zijn een aantal machine learning modellen, volledig getraind. Ze liggen voor je klaar in de cloud. Er is al een REST API beschikbaar. Dus je kunt deze modellen rechtstreeks aanroepen. En de functionaliteit is opgesplitst in vier categorieën. Vision, dat is dus computer vision. Taalverwerking, dus geschreven tekst, analyseren en bewerken. Spraak, synthese en herkenning. En zoekopdrachten uitvoeren. En je kunt dus al deze acties aftrappen door de juiste REST API aan te roepen. Dus als we kijken naar computer vision, dan zijn er dus allerlei leuke modellen en functionaliteiten die helemaal klaar liggen. Zoals emotieherkenning, gezichtsherkenning, objectherkenning in afbeeldingen, een scala aan mogelijkheden. Dus dit is allemaal wat mogelijk is. Gezichtsdetectie en herkenning, dus waar bevinden de gezichten zich in de afbeelding en herkennen we die gezichten. Het identificeren van objecten in afbeeldingen. Ja, dus duizenden en duizenden verschillende objecten kunnen herkennen in een afbeelding. Merken en logo's herkennen, die is ook heel leuk. Dus als op een afbeelding een logo van een bedrijf zichtbaar is en dat logo wordt herkend, dan wordt het direct geïdentificeerd. Dus dat kun je ook allemaal automatisch uitvoeren. Microsoft heeft een computer vision model getraind op gezichten van bekende personen. Dan moet je eens denken aan filmacteurs, aan presidenten, aan celebrities. Eigenlijk iedereen die beroemd is, die staat in die database. En je kunt dat computer vision model ook gewoon gebruiken. Dus je kunt een willekeurige foto uploaden naar dat model. En vervolgens krijg je dus terug wie er allemaal zichtbaar is in die afbeelding. Dus alle bekende personen worden direct herkend en netjes getagd in die afbeelding. Ik heb er ooit een appje omheen gebouwd. Daar kan je gewoon een willekeurige afbeelding laden in de app. En die wordt dan automatisch gescand. En dat was 250 regels code om het helemaal draaien te krijgen. En de meeste code had te maken met de user interface. De machine learning code, de computer vision code, was misschien 15 regels code in totaal. Puur en alleen om een afbeelding te uploaden naar die cognitive services. En te vragen wie herken je allemaal in deze afbeelding.
Je kunt landschappen herkennen, dus je kunt in de natuur gaan staan, je maakt een foto van een landschap en het computer vision model vertelt je waar je bent, hè, dus in welk beroemd landschap je bevindt, welk natuurpark, waar bevind je je. Dus het systeem gaat echt zoeken naar riviertjes en bergen en groen, hè, aan bossen en probeert dat gewoon te herkennen en kijkt of het een bekend landschap is. Je kunt optical character recognition uitvoeren, dus geschreven tekst, handschrift of geprinte tekst automatisch scannen in een afbeelding. Je kunt afbeeldingen taggen. Je kunt automatisch hashtags genereren voor afbeeldingen. Dus in feite alles wat zichtbaar is in een afbeelding, zoals een boom, een weiland, gras, bloemetjes, de lucht, wolken, een auto, een huisje. Al die objecten in een afbeelding kunnen automatisch herkend worden en omgezet worden naar hashtags. Je kunt afbeeldingen laten omschrijven. Je vraagt aan het computer vision model: wat zie je in deze afbeelding? En dan krijg je een omschrijving terug. En als laatste, deze is vrij nieuw, spatial awareness. Dat betekent dat je een afbeelding of zelfs een filmfragment laat zien aan het computer vision model. En het model houdt bij hoeveel mensen er in beeld staan en hoe ze zich bewegen. Dus hoe bewegen ze over het beeld? Hè? Dus dan heb je het echt over mensen die bijvoorbeeld aan het lopen zijn of aan het fietsen. Je kunt dus precies zien in welke richting ze zich bewegen. Of ze uit elkaar bewegen of naar elkaar toe komen. En het computer vision model kan ook schatten hoe ver iedereen uit elkaar staat. Dus je zou bijvoorbeeld een coronadetector kunnen bouwen, waarbij een camera een mensenmenigte filmt live. En dit spatial awareness model houdt continu bij hoeveel mensen in beeld staan, hoe ze zich bewegen en hoe ver ze uit elkaar staan. En je kunt bij wijze van spreken de mensen identificeren die te dicht bij hun buren staan. Hè, en die dus het risico lopen om besmet te worden met het coronavirus. Hè, dus dit heet spatial awareness. Hoe bewegen mensen zich door een landschap, door een gebied heen? En ja, hoe ver staan ze uit elkaar? Bewegen ze naar elkaar toe? Bewegen ze van elkaar af? Een computer vision model kan dat allemaal live bijhouden. Oh, overigens, je kunt dus ook heel snel detecteren of iemand een maskertje op heeft. Dat is een onderdeel van gezichtsdetectie. En je kunt dus een foto maken of een filmfragment analyseren. En je kunt dus iedereen identificeren die wel een masker op heeft en iedereen die geen masker op heeft. Dat is allemaal mogelijk. Of we het moeten bouwen is natuurlijk een ander verhaal. Maar technisch is het allemaal mogelijk. Nou, de cognitive services zijn allemaal beschikbaar via een REST API. Dus iedere service die je wilt aanroepen, die heeft een eigen URL. Een unieke URL, die kan je gewoon aanroepen. Je moet dan in een post-call moet je afbeelding meevoegen. Ja, dus je moet die afbeelding uploaden naar de cloud via een post-call. Dit gaat uiteraard via HTTPS, dus het is een beveiligde verbinding. Het kan niet afgeluisterd worden. En je moet een wachtwoord meesturen. Je moet een zogenaamde secret key meesturen als een van de informatievelden, als bewijs dat jij het recht hebt om die API-call aan te roepen. Dus mensen die zich bewust zijn van die URL, die de URL kennen, kunnen niet vervolgens dat ding hacken en hun eigen afbeeldingen uploaden naar je computer vision model, want die moeten we eerst de key weten, de secret key. Dus het is een versleutelde, beveiligde REST API in de cloud waar je informatie op kan aanbieden. Dit is wel een nadeel, hè? Ik bedoel, qua beveiliging is het prima. Een secret key en een versleutelde internetverbinding is prima. Daarmee kun je cloudmodellen op het internet aanroepen op een veilige manier. Maar de beeldinformatie moet wel naar de cloud. Dus als je hele grote high-resolution afbeeldingen gebruikt als invoer, dan moet je dus megabytes aan afbeeldingsinformatie uploaden naar de cloud. En dit zal de analyse enigszins vertragen, omdat je te maken krijgt met de beperkingen van netwerkbandbreedte. Dus dit is een nadeel van de cognitive services. Maar het grote voordeel is, je hoeft niet te trainen. Alle modellen zijn volledig getraind en liggen voor je klaar. Dus kijk, dit is die app die ik gebouwd heb. Dus dit is een screenshot van die applicatie. Ik heb een foto erin gehangen van de astronauten die in 1969 op de maan zijn geland. En je ziet, er zijn voldoende beeldpixels per gezicht. Iedereen kijkt recht in de lens. En het computer vision model had geen enkele moeite om alle drie de astronauten feilloos te herkennen. Dus Neil Armstrong, Michael Collins en Buzz Aldrin.
Dus dit is een computer vision model wat gezichten herkent. En Microsoft heeft dit model zelf getraind op honderdduizenden gezichten. Het zijn 200.000 gezichten, nou meer dan 200.000. Dus dit model kan al die personen feilloos herkennen in afbeeldingen. Dus ja, dit was een test. Hè. Ik heb deze afbeelding in mijn app ingelezen. Ik heb vervolgens die Cognitive Services Call uitgevoerd. Gezegd van, ik heb hier een afbeelding. Wie herken je allemaal in deze afbeelding? En deze informatie kwam terug. Hè. Dus de namen van die drie astronauten en de coördinaten in de afbeelding waar hun gezichten zichtbaar zijn. Je kunt je voorstellen, je zou een appje kunnen bouwen dat je bijvoorbeeld een artificial reality brilletje opzet, dat je naar een feestje gaat en dat deze software automatisch alle bekende Nederlanders probeert te identificeren op het feestje. Dus zijn er beroemde mensen op dit feest, ja of nee? Je kijkt gewoon even rond in de zaal en iedereen die beroemd is, die wordt automatisch gehighlight. En dan weet je van, oh, daar moet ik een praatje mee maken. Zo'n app zou je heel makkelijk kunnen ontwikkelen met die cognitive services. Dus ja, de voordelen van de Cognitive Services is, het zijn kant-en-klare modellen. Ze zijn volledig getraind, ze liggen voor je klaar in de cloud. Je hoeft zelf helemaal niks meer te doen, je kan direct aan de slag. En de drempel om dus computer vision te implementeren in je eigen bedrijfsvoering is dus super laag hier. De lat ligt heel erg laag, je kunt heel makkelijk gewoon beginnen, je kunt heel makkelijk aan de slag. Er zijn dus modellen beschikbaar, computer vision modellen, voor allerlei toepassingen. Zoals gezichts- en emotieherkenning, objectdetectie en veel meer mogelijkheden. Dus ja, het verdient absoluut de voorkeur om te kijken naar alles wat er mogelijk is in die cognitive services. Dan kritisch te kijken naar je eigen bedrijfsvoering, naar je kerncompetities. Kijk naar hoe je je bedrijfsproces hebt ingericht als organisatie. En ga dan creatief nadenken. Zijn er bepaalde punten in mijn bedrijfsvoering waar een bottleneck zit, waar een vertraging zit. En iets wat ik met computer vision heel makkelijk zou kunnen oplossen. Eigenlijk is het heel makkelijk om die punten te identificeren. Ieder punt in je bedrijfsproces waarbij iemand ergens naar kijkt en vervolgens een beslissing moet nemen. Dat kan je automatiseren met computer vision. Dus een collega die ergens naar moet kijken, een product of iets anders, en vervolgens visueel moet bepalen of er een probleem is of niet. Ja, dus een conclusie moet trekken op basis van die visuele informatie. Als je dat hebt in je organisatie, dan kan je met computer vision dus een enorme kwaliteitsverbetering en een snelheidsverbetering realiseren. Een van mijn studenten uit een van mijn computer vision trainingen, die heeft het dus geïmplementeerd. Hè. Die heeft in het bedrijf waar hij werkte een computer vision appje gebouwd om een product dus te filmen als het van de lopende band rolde. Ik geloof dat het metalen ringetjes waren die je op een schroefje kon monteren. Dus kleine platte metalen ringetjes. En af en toe maakte de fabriek een foutje en werd het ringetje dus niet perfect rond gestampt. Maar was het een ovaal of zat er een klein foutje in? Hè? Het was niet een perfect cirkeltje. En mijn student heeft dus heel snel een appje gebouwd. Hij zei dat hij er 3 dagen mee bezig was. Een klein appje die dus die ringetjes filmt terwijl ze van de transportband rollen. En hij checkt automatisch welke ringetjes perfect rond zijn. En alles wat niet rond is, werd geïdentificeerd en kon van de band gehaald worden. En dat was dus vroeger een handmatig proces. Een collega moest continu naar die band kijken en dus zelf de defecte ringetjes van die band plukken. En nu konden ze dat helemaal automatiseren met een computer vision model. 3 dagen werken om dat te automatiseren. 1 persoon, 3 dagen knutselen en het werkte perfect. Dat soort, ik noem het low hanging fruit. Hè. Dit is een snelle winst die je kan behalen door gewoon op een strategisch punt in je bedrijfsproces iets te automatiseren met computer vision. Er is heel veel van het low hanging fruit waarbij je met heel weinig tijdsinvestering een enorm voordeel kunt behalen. Maar je kunt dat niet, ik kan je geen lijst geven. Je moet echt met een kritisch oog naar je eigen bedrijfsvoering kijken en bedenken waar kan ik met computer vision een enorm voordeel behalen. Goed, laten we nog even afsluiten met 2 concrete voorbeelden. Ja, dus 2 voorbeelden van computer vision die je kunt gebruiken. Dit zijn praktijkvoorbeelden. Dus ik verzin dit niet uit mijn duim. Dit zijn daadwerkelijk bedrijven die dit soort computer vision modellen gebruiken om geautomatiseerd bijvoorbeeld kwaliteitscontroles uit te voeren. Dus check it out.
Er is een organisatie, ik ben eigenlijk vergeten of het Nederland was of Amerika. Volgens mij was het in Amerika. Het is een organisatie die de kwaliteit van snelwegen moet checken. En met name de bruggen over snelwegen heen. En die bruggen, die moeten natuurlijk periodiek onderhouden worden. Het beton van de brugpilaren verslijt langzaam. Dat slijt langzaam weg door weer en wind. En op den duur wordt dat dus zichtbaar en zie je dus kleine barsten verschijnen in die brugpilaren. En dat zijn dan de momenten waarop je preventief onderhoud moet uitvoeren. Als je dat niet doet en je wacht te lang, dan storten die bruggen volledig in. En dat zou natuurlijk heel vervelend zijn. Dus preventief onderhoud betekent in feite met een busje op de snelweg naar zo'n brug toe rijden en dan eronder even parkeren en dan een visuele inspectie uitvoeren. Dus rondkijken naar die brugpilaren, aandachtig bekijken en dus checken of je barsten ziet of niet. En vervolgens verder rijden naar de volgende brug en daar het hele ding opnieuw uitvoeren. Dus dit is een heel tijdsintensief proces en ook een vervelende klus om uit te voeren. Je kan je voorstellen als je de medewerker bent die dit moet uitvoeren, dat je de eerste 5 bruggen nog redelijk gefocust bent. Maar op het moment dat je bij brug nummer 23 bent aangeland, dat je zo moe bent dat je denkt van nou, het zal wel goed zitten. Weet je wel, ik denk dat deze brug wel in orde is. En zo kan je vrij snel, met human error, kan je problemen, mogelijke problemen over het hoofd zien. Dus dit is ideaal om te automatiseren. En er is dus een Amerikaans bedrijf die dit gedaan heeft. Die rijden dus rond met van die met die auto's met camera's op het dak. Vergelijkbaar met die auto die Google gebruikt om Google Maps Street View afbeeldingen te maken. Dus een auto met camera's op het dak. Je kunt gewoon met 120 op de snelweg rijden. Je rijdt gewoon onder zo'n brug door, 120 km per uur. En in een fractie van een seconde maken die camera's tientallen afbeeldingen. Tientallen foto's van de brugpilaren en ook van verschillende hoeken, terwijl de auto dus onder die brug doorrijdt. En al die foto's worden vervolgens door computer vision modellen automatisch geanalyseerd. Die worden dus automatisch geanalyseerd en een computer vision model gaat gewoon op zoek naar barstjes. Zijn er barsten zichtbaar in het beton? Ja of nee? En als er dus barsten gedetecteerd worden, dan kan die brug automatisch afgevinkt worden. De auto die kan ook de GPS-coördinaten vastleggen als die onder een brug doorrijdt. En als dan het computer vision model concludeert dat er een barst in de betonnen pilaren zit, dan kan direct die brug afgevinkt worden voor onderhoud. En de chauffeur hoeft dus niet meer onder iedere brug te stoppen, foto's te maken, te analyseren met de hand. Je kan gewoon met 120 op de snelweg rijden en de computers regelen de rest. Dus dit is één mogelijke toepassing van computer vision. Een andere toepassing is bijvoorbeeld het preventief onderhoud van windmolens op zee. Windmolens op zee zijn natuurlijk lastig te onderhouden, kan je je voorstellen, hè? Want je moet er met een bootje naartoe. En vervolgens moet je in die windmolen klimmen om bijvoorbeeld de wieken te kunnen filmen en te kunnen checken of die wieken nog helemaal in orde zijn. Dus de bedrijven die windmolenparken op zee onderhouden, die maken gebruik van drones. Dus die gebruiken drones die gewoon naar die windmolens toe vliegen en vervolgens de wieken filmen vanuit allerlei hoeken. En een computer vision model gaat weer op zoek naar barsten. Of verkleuringen, of vervormingen, of deukjes. Die checkt gewoon dat die wieken nog steeds de juiste vorm hebben en dat alles nog steeds in orde is. Dat is super handig, want je kunt dus in veel weersomstandigheden onderhoud uitvoeren, of nou in ieder geval controles uitvoeren op die windmolens. Zelfs bijvoorbeeld als de windkracht zo hard is dat er te veel deining is, en dat je met een boot dus eigenlijk niet veilig kunt aanmeren bij die windmolens. Een drone heeft daar geen last van. Die vliegt gewoon naar die molen toe en maakt gewoon die filmbeelden. Dus je kunt in veel meer omstandigheden, kan je dat onderhoud uitvoeren. Je hoeft ook niet meer met een bootje naar die molens toe. Je kunt veel sneller onderhoud uitvoeren. En je kunt dus razendsnel controleren welke molens in orde zijn en welke preventief onderhoud nodig hebben. Nou, er zijn dus al bedrijven die windmolenparken doorchecken, doorlichten, op basis van deze technologie. Dus dit zijn gewoon twee willekeurige voorbeelden van computer vision. Maar het is dus zeer eenvoudig om dit in je eigen organisatie toe te passen en uit te rollen. En het enige wat je weerhoudt is je eigen creativiteit. De
alle mogelijke toepassingen van computer vision zijn nog niet ontdekt. Ik noem dat dus weer de low-hanging fruit, de snelle winst. De toepassingen in je eigen bedrijfsvoering van computer vision, waarbij een stukje software met een camera ergens naar kijkt en razendsnel beslissingen neemt of razendsnel categoriseert en besluiten kan nemen. Je kunt heel veel aspecten van bedrijfsvoering automatiseren en radicaal verbeteren met deze technologie. En dus dankzij die services in Azure, in de Azure Cloud, kan je heel makkelijk experimenteren met deze technologie en kijken of je het in je eigen organisatie ook kunt toepassen. En daarmee ben ik aan het einde beland van deze webinar. En ik kijk even op de klok en het is precies 4 uur, dus ik heb er 1 uurtje over gedaan. Dus hele strakke timing. Dus ik wil jullie bedanken voor het volgen van deze webinar. Ik hoop dat ik een goede basis heb geschetst van de voordelen van machine learning in de cloud, in de Azure Cloud. De basisprincipes van computer vision. En de 2 primaire machine learning services van Azure, van Microsoft Azure, die je kunt gebruiken om zelf computer vision modellen te gaan trainen en te gaan gebruiken in je eigen organisatie. Dus heel vriendelijk bedankt en wellicht tot ziens in de volgende webinar.